rendement. Dat is de verhouding van de hoeveelheid mechanische of nuttige energie na de omzetting tegenover de hoeveelheid mechanische energie of de totale energie voor de omzetting. En dat noemen we het rendement. Dus we zien het hier, voorgesteld door de Griekse letter eta, dat is zo'n n met een lang tweede beentje, is gelijk aan de nuttige energie, de hoeveelheid mechanische of nuttige energie die ik heb op het einde, gedeeld door de totale energie die ik in het begin had. Voorbeeldje, dus niet van mechanische energie, maar wel met nuttige energie, een rode led heeft een rendement van 50%. Rendement 50%. Als we 5 joule verbruik hebben, we steken er dus totaal 5 joule in, hoeveel energie is er dan in licht omgezet? Hoeveel hebben we nuttig van het totaal dat we erin gestoken hebben? Dus het rendement is 50%, we steken er 5 joule energie in, gevraagd hoeveel nuttige energie haal ik eruit? Nuttige energie dus, hoeveel licht? Eta is dus nuttig gedeeld door totaal, oftewel de nuttige is de eta maal de totale. Dat wil zeggen, de nuttige is 0,50, en de 5% rendement is 0,50, maal de 5 joule totaal die we erin gestoken is 2,5 joule. We kunnen natuurlijk ook wel zien, als we de helft van de energie die we erin steken nuttig is, ja, dan houden we 2,5 joule over. Voor mechanische energie zeggen we, dus de eta is de totale energie op het einde gedeeld door de totale energie in het begin. Oftewel, eta is de potentiële energie op het einde van de veer, plus de potentiële energie van de zwaartekracht op het einde, plus de kinetische energie op het einde, gedeeld door de potentiële energie van de veer in het begin, plus de potentiële energie van de zwaartekracht in het begin, plus de kinetische energie van het begin. Een voorbeeldje. Een auto met een massa van 1250 kg trekt op vanuit stilstand naar een snelheid van 90 km per uur. Weerstand en wrijving zorgen ervoor dat 10% van de geleverde energie verloren gaat. Brekende energie door de motor geleverd. We hebben dus een auto van 1250 kg, een beginsnelheid van 0, een eindsnelheid van 90 km per uur, omgezet is dat 25 meter per seconde, een verlies van 10% en een rendement van 90%, is dat dus, oftewel 0,9 voor onze eta. Kinetische energie is m al v kwadraat gedeeld door 2. De eindkinetische energie is dus de massa 1250 maal onze 25 in het kwadraat gedeeld door 2, oftewel 3,9 maal 10 tot de 5 joule. Onze kinetische energie van onze wagen nadat hem opgetrokken is. Dat wil dus zeggen, als we dan ons rendement gaan berekenen, de nuttige gedeeld door de totale, eigenlijk deze kinetische energie is onze nuttige energie. Die hebben we al, dat is nuttig. We hebben effectief, die auto heeft effectief 50 meter per seconde behaald. Dit is nuttig. En gevraagd is, hoeveel moet die motor leveren? Hoeveel is er totaal geleverd? Dus dat is onze onbekende. Als we gaan omzetten, dan wordt dat de totale, is de nuttige gedeeld door het rendement. Of 3,9 maal 10 tot de vijfde gedeeld door 0,9 is 4,3 maal 10 tot de vijfde joule. Zo, en nu staan jullie weer.